Het gevolg van de komst van Jezus Christus is dat u en ik die hem hebben aangenomen een nieuwe schepping zijn geworden. Dus God heeft u gebracht in een nieuwe toestand. God heeft u gebracht in een nieuwe situatie. God heeft u gebracht in een bovennatuurlijk koninkrijk. Is een goede God. Dat vind je vrijwel op elke bladzijde van de Bijbel. Als het aan Hem ligt, is elke dag een dag van overwinning. Overwinnen houdt wel in dat er zaken zijn die overwonnen moeten worden. Maar daar staan we niet alleen voor. Hij is met ons en Hij helpt ons. En daar is Hij erg duidelijk over. Wat wij moeten leren is onverwrikt vasthouden aan datgene wat Hij ons zegt en leert. Niet opgeven, maar vertrouwen. En dat is de boodschap voor de komende weken. Apostel Holder geeft weer geweldig onderwijs dat God heldere taal spreekt. En vanuit de 5 H's die Hij met ons zal delen, is overwinning een feit. Pak uw zegen als u kijkt en luistert. God spreekt heldere taal. Dat is de titel van deze boodschap is, God spreekt heldere taal. En ik wil met 5 H's, 5 woorden die met een H beginnen, u laten zien hoe heldere taal God spreekt. Ja, God is niet onduidelijk hoor. En voor u en voor mij, mensen die wederom geboren zijn, wij weten dat Jezus leeft. Kan ik amen horen? Hoeveel hier zeggen de Bijbel is Gods woord? Nou, iemand die niet wederom geboren is, die weet dit niet altijd. Iemand die niet wederom geboren is, kan zo zijn haar gedachten over de Bijbel hebben. Maar u die gered bent, u weet dat de Bijbel Gods woord is, want dat woord heeft u gered. Hoeveel mensen hier kunnen zeggen, ik weet 1000% zeker dat ik behouden ben. Dat ik gered ben. Dat ik eeuwig leven heb. U weet het. Hoe weet u dat? God heeft het u geopenbaard. De buren kunnen met u erover discussiëren. De wetenschap kan met u erover discussiëren. Religie kan met u erover discussiëren. Maar u weet dat u wederom geboren bent. En het is op een hoger niveau als redeneren en discussiëren. Wie gered is, weet het. Ja, de Bijbel zegt, ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft, dat we kinderen van God genoemd worden en we zijn het ook. Wie gered is, weet het. En weet je, als je een geredde christen tegenkomt, of je nou in China, of in Egypte zit, of in Zuid-Amerika, als je 2 minuten met elkaar praat, weet je het. Kan ik amen horen? Er is een klik van, hey, jij kent hem dus ook. Ja, gered zijn is gered zijn. Job zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. Job 19, vers 25, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Dus Job wist dat zijn verlosser leefde. Geen discussie. Ik weet, mijn verlosser leeft. Als u wederom geboren bent, sommige mensen kunnen spotten met het geloof. Sommige mensen kunnen u uitlachen, maar van binnen weet u, jij weet niet wie in mij woont. Jij weet niet wat ik weet. Want u bent in een nieuw koninkrijk gekomen. Het is een reëel koninkrijk voor u. De persoon die spot, spot omdat hij die ervaring niet heeft. Amen. Oké, dus God spreekt heldere taal, God spreekt klare taal. Nu, als u weet dat Jezus leeft, brengt dat verantwoordelijkheden met zich mee. Als u weet dat Jezus leeft, is het uw verantwoordelijkheid om zo'n woord rotsvast te geloven.
Als u weet dat Jezus leeft, heeft u eigenlijk het voorrecht om zijn woorden te vertrouwen. Iemand die niet die zekerheid heeft dat Jezus leeft, ik kan me voorstellen dat ze zeggen, ja, of dat ze zeggen, ja, maar waarom zal ik het geloven? Ik ben niet overtuigd. Maar veel erger is iemand die overtuigd is en het niet gelooft. Is dit helder? Want u weet dat hij leeft. Nou, ik wil u laten zien dat de Bijbel u en mij oproept om de heldere taal van God te geloven. God spreekt duidelijke taal. God is niet zo moeilijk te begrijpen. Wat hij zegt, meent hij en hij meent wat hij zegt. En wij moeten daarop inleren gaan. In Hebreeën hoofdstuk 3, vers 14, lezen wij een krachtige aansporing om vast te houden aan wat wij geloven. Hebreeën 3, vers 14, daar zegt de Hebreeën schrijver ons, want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid onverwrikt vasthouden. Let op het woord, ik ga even met mijn laserpen het voor u omcirkelen. Verzekerdheid. Verzekerdheid. Dus dat houdt in dat als u hart aan Jezus geeft, komt er verzekerdheid bij u. Kan ik aan mijn oren. Hoeveel mensen hier kunnen zeggen, toen ik gered werd, wist ik het gewoon. Nou, dat is een zekerde, en het woord verzekerdheid staat, het woord zekerheid. Dus toen je een christen werd, heeft hij zekerheid gekregen dat je ook verzekerd bent. U heeft zekerheid gekregen van, die boodschap is echt. Toen u gered werd, in één keer wist u, het is volbracht. Kan ik aan mijn oren? U wist het, want dat is waar hij hierover spreekt. Hij zegt, en je hebt deel aan hem gekregen, mits, met andere woorden, is de voorwaarde, wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Nou, weet u hoe u en ik tot bekering zijn gekomen? Weet u nog hoe enthousiast u was? Weet u wat u toen zei? Hij is mijn verlosser. Hij is mijn bevrijder. Hij is mijn genezer. Hij is mijn doper in de Heilige Geest. Hij is mijn bewaarder. Hij is mijn beschermer. Hij is mijn voorziener. Laaiend enthousiast waren wij. Kan ik amen horen? Je komt tot bekering en je zegt tegen iedereen, ik ben gered. Ik ben behouden. Jezus leeft. Maar vroeger sprak je nooit over Jezus. Nou in één keer is het Jezus voor, Jezus na. Dat de mensen rondom jou zelfs denken, nou een beetje rustig jij. Maar waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Vroeger ging u niet naar de kerk, je sprak nooit over Jezus. En er kwam een punt dat je hart aan hem, dat je hart opende voor hem. Hij kwam in je hart, je werd laaiend enthousiast en je kon je mond niet meer dicht houden. Hoeveel hebben we dat? Hoeveel zeggen, man, oh, zie je, hè? Iedereen wil je vertellen, Jezus leeft, het is echt, het is echt, het is echt, hij leeft. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Nu, en als u vragen, is God goed? Wat zei u dan? Ja! Ja, God is goed. Mensen komen met problemen en moeilijkheden, maar toch is God goed. Je zag iemand die problemen had, God wil je helpen. Je ziet een zieke, God wil je genezen. Je ziet iemand die niet gered is, hij wil je redden. Hoe moeilijk zou ook zijn, je was enthousiast. Hoeveel zijn nog steeds enthousiast? Laat ik het goed horen, mensen. Wauw! Wauw! En nou zegt de Bijbel hier, dat moet je vasthouden. Is dit een mooie inspiratie of niet? Dat moet je vasthouden. Want gaandeweg de rit, gaandeweg je wandel met de Heer, is er weerstand. Zijn er problemen die op je weg komen? En is er een geloofsstrijd, een gevecht? En de Bijbel zegt, je moet niet wijken van het begin waar je mee begonnen bent. Je weet dat er hulp bij God is, dat moet je vasthouden. Hallo? Je moet dat vasthouden, want dat is je kracht om deel te hebben aan Christus. Dat is de sleutel om Christus aan het werk te zien in je leven. En Christus is de Heilige Geest. Dus de sleutel om de Heilige Geest aan het werk te zien in uw leven en in mijn leven, is om het woord van God vast te houden.
om te zeggen, ik ben gered. En dat is gered tot en met. Aan alle kanten, in alle opzichten, want het is volbracht. Ongeacht wat ik voel, ongeacht wat er om me heen gebeurt, ik heb verzekerdheid dat Jezus leeft en dat laat ik niet los. Ik weet, mijn verlosser leeft. Amen. En u moet begrijpen, het eerste woord wat ik u mee wil geven is het woord heiland. Heiland. En in Lucas 2 lezen wij, u is heden de heiland geboren. U is heden de heiland geboren. Het woord heiland betekent redder. De Engelse Bijbel zegt, unto you is born this day a savior. Unto you. Zie je? Lucas 2 vers 11. Aan voor u. U is heden de heiland geboren. Voor u is er een heiland gekomen. Voor u. Amen. Dat mag je vasthouden. Jezus is voor u gekomen als redder. Nou luister goed. We hebben al hierover gesproken, maar ik ga het voor u een beetje uitdiepen vandaag. Ik ga wat dieper erin. Wat is het gevolg van het feit dat de redder is gekomen? Het gevolg van de komst van Jezus Christus is dat u en ik die hem hebben aangenomen een nieuwe schepping zijn geworden. Dus God heeft u gebracht in een nieuwe toestand. God heeft u gebracht in een nieuwe situatie. God heeft u gebracht in een bovennatuurlijk koninkrijk. U leeft in een wereld waar heel wat dingen u zullen bevechten. Maar die heiland is duidelijke taal. Christus is gekomen om u nieuw leven te geven. Dus u heeft het recht van Gods wegen om aan de waarheid van God vast te houden te midden van een heel lastig leven. Pasen, opgestaan met Hem. Dit wordt een heel krachtig weekend. Niet alleen Jezus is opgestaan, maar wat God aangaat, bent ook u opgestaan. Wilt u meer hierover weten? Heel hartelijk welkom. En join us dit weekend in de Dome of op een van onze campussen. Het gevolg van de komst van Jezus Christus is dat u en ik die hem hebben aangenomen een nieuwe schepping zijn geworden. Dus God heeft u gebracht in een nieuwe toestand. God heeft u gebracht in een nieuwe situatie. God heeft u gebracht in een bovennatuurlijk koninkrijk. De redder is gekomen om u een bovennatuurlijk leven te geven. De redder is gekomen dat u zal leven op Gods niveau. De redder is gekomen dat u kan zeggen, bij God zijn alle dingen mogelijk en voor wie gelooft zijn alle dingen mogelijk. Daarvoor is die heiland gekomen. U is heden de heiland geboren. Het begint met een H. Heiland is redder, bevrijder. Jezus is gekomen om u en mij een bovennatuurlijk leven te geven. Jezus is gekomen dat u gaat leven op een hoger niveau. Dat u omstandigheden overwint door de kracht van God.
dat u in de rust blijft als het moeilijk is, want de heiland is er. De redder is er. Je kan deze zin niet gemakkelijk nemen. De Bijbel zegt ons in 2 Korinthe 5 vers 17, wie in Jezus gelooft is een nieuwe schepping. Dus als je hart aan Jezus geeft, komt er nieuw leven in jou. Gods leven komt in jou. En dat moet je vasthouden, want Hebreeën vertelt ons, Hebreeën 3 vers 14, je moet dat onverwrikt vasthouden. Nu, u leeft in een wereld waar heel wat dingen u zullen bevechten, maar die heiland is duidelijke taal. Christus is gekomen om u nieuw leven te geven. Dus u heeft het recht van Gods wegen om aan de waarheid van God vast te houden te midden van een heel lastig leven. En dan draagt God de verantwoordelijkheid om u te helpen. En is het soms lastig? Jawel. Is het soms heel moeilijk? Jawel. Maar de redder is gekomen. Het woord heiland betekent redder. Met andere woorden, er is hulp. Diezelfde God die u gered heeft, diezelfde God zegt, ik ben je helper. Dus wij christenen moeten logisch leren denken. Als Jezus gekomen is om mij te redden en hij heeft me eeuwig leven gegeven, is hij ook dezelfde Heer die beloofd heeft mij hier te helpen. Hij is niet de Heer die A zegt en vandaag A zegt en morgen B. Paulus zegt, bij hem is het ja en ja is ja bij de Heer. Dus als God u gered heeft, en hoeveel hier weten dat u gered bent? Als God u gered heeft en u heeft eeuwig leven gekregen, mag u net zo verzekerd zijn dat hij u ook verder wil helpen. Dat moet je onverwrikt vasthouden en je niet laten afleiden door al het andere wat op je afkomt om dat te ondermijnen. Want er is een vijand, zijn naam is duivel, die bevecht God al vanaf het begin. En hij bevecht God nog steeds. Alleen hij kan niet winnen als u vasthoudt aan wat God zegt. Diezelfde vijand is gekomen om Jezus van zijn roeping af te houden. Mensen, ik hoop dat u naar me luistert. Diezelfde vijand is gekomen om Jezus van zijn roeping af te houden toen hij op aarde was. Wij noemen het de verzoeking in de woestijn. Kan ik amen horen? De duivel kwam langs en hij probeerde Jezus van zijn missie af te houden. Nu, Jezus heeft hem overwonnen door onverwrikt vast te houden aan wie hij was en wat God van hem zei. Nu, als de vijand gekomen is om Jezus van zijn missie af te houden, mag u er rustig van uitgaan dat hij ook bij u zal komen om u van uw missie af te houden. En u moet zeggen, je hoeft het niet te proberen, want ik hou onverwrikt vast aan wat met mij gebeurd is. Ik ben gered, ik ben bevrijd, de heiland is gekomen, de redder is gekomen, ik heb eeuwig leven gekregen, ik heb een bovennatuurlijk leven en met Jezus ben ik in al deze levensomstandigheden meer dan overwinnaar. Geef de Heer een glorie, mensen. Halleluja. Dat moet je vasthouden, dat moet je vasthouden. Je moet vasthouden dat je gered bent, dat je bevrijd bent. Kan ik aan mij horen? Je kan dat niet loslaten. De Bijbel zegt, als je het loslaat, heb je geen deel aan het overwinnende leven van God. Je hebt deel gekregen aan Christus, dat is de overwinning, dat is het nieuwe leven, dat is de Heilige Geest. Je hebt deel gekregen aan Christus, als jij het begin van je verzekerdheid vasthoudt tot het eind. Er staat tot het eind. Dus wij moeten leren vasthouden elke dag. Elke dag is het volbracht. Elke dag is Jezus aan je zijde. Elke dag is hij je helper. Elke dag ben jij een nieuwe schepping. Elke dag heb je een bovennatuurlijk leven. Elke dag is God de God die wil voorzien in al je noden. Elke dag is God de God die je kracht wil geven. Elke dag is overwinning van jou. Vasthouden. Je moet leren vasthouden. De Hebreeënbrief in Hebreeën 3 vers 14 zegt hij, je hebt deel gekregen aan Christus, mits je het begin van je verzekerdheid onverwrikt, stevig vasthoudt. In Hebreeën 4 vers 14 herhaalt hij het.
Dus die man valt in herhaling om ons te laten zien hoe belangrijk het is. In Hebreeën 4 vers 14 zegt hij, wij hebben een hoge priester die de hemelen is doorgegaan, zijn naam is Jezus. Laten wij aan die belijdenis vasthouden. Als God zegt dat je moet vasthouden, weet God dat er dingen op je af zullen komen om los te laten. Maar God wil niet dat je de nederlaag leidt of het onderspit delft. Eigenlijk is dit een waarschuwing van houd vast. Houd vast. Het is een instructeur die aan de leerling zegt, hier moet je opletten en daar moet je opletten, want ik wil dat je rijbewijs haalt. Je zit in de auto met een instructeur en hij zegt, let nou hierop en let daarop. Het examen komt eraan. Als je dit goed doet, slaag jij. Dat is wat God hier doet. Hij zegt, de heiland is gekomen om jou een bovennatuurlijk leven te geven. Om jou een nieuw leven te geven. Om jou te helpen met God te wandelen. Om jou te laten zien dat alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft. Maar je moet daaraan vasthouden. Onverwrikt vasthouden. Hebreeën 3 vers 14, Hebreeën 4 vers 14. Laten wij onverwrikt vasthouden. Hebreeën 3 vers 14, Hebreeën 4 vers 14. Houd die belijdenis vast. Vasthouden is de sleutel. Er is hulp voor mij bij de Heer. Ik ben geen verliezer. Ik ben een bovennatuurlijk mens geworden met Jezus in mijn leven. Eigenlijk heb ik twee woorden voor u daarin. En dat zijn twee S'en. Het eerste is Superman. Hoe gek het ook klinkt, God maakt u tot een Superman. Ik hoor geen amens. Een nieuwe schepping betekent een Superman. U kent de film van Superman, toch? Nu, hij verliest nooit. In de film van Superman verliest hij nooit. Maar dat is fictie. Dat is geen realiteit. Maar in het geestelijke maakt God elke christen tot een Superman. Daarom zegt Paulus, met Jezus zijn wij in dit alles meer dan overwinnaars. Dat lijkt mij een Superman mentaliteit. Daarom zegt Paulus, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Twee S'en moet u vasthouden. Superman en supernatural. U bent een Superman als je gelooft in Jezus. Niet Superman in die zin dat je superieur bent over mensen. Maar superieur over de omstandigheden van het leven. Superieur over boze machten. God heeft u die power gegeven. En de andere S is supernatural. U bent voortaan geroepen om in het bovennatuurlijke te leven. En hoe doe je dat? Door heel simpel God zijn woord te geloven. En dan voor uw geld. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En voor wie gelooft zijn alle dingen mogelijk. Hoeveel hier zeggen, dank God, ik heb dit leven. Kunnen we God prijzen, mensen? Wauw. Wilt u deze uitzending of andere terugkijken? Dat kan. Ga daarvoor naar onze website www.levendesteenministries.nl. Als Jezus binnenkomt, als het levende brood, komt hij met gezondheid, komt hij met rust, komt hij met vrede, komt hij met blijdschap, komt hij met overwinning, komt hij met voorziening. Dat heeft David laten uitroepen, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks, hoeveel begrijpen dit? Mijn God.